Het lijkt echt een grote kat, hè. Ik kom uit een illegaal kweekcentrum uit Polen. Ja, broertje. Dat zijn niet papa's vriendjes. Een zeeuwenmachine staat bij de buren. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. En kijk eens waar Noah hier klaar staat en zijn voetbaltenu. Wat ga je doen, Noah? In de auto. Ja, is het nat. We gaan dus inderdaad naar de voetbal. We gaan voetballen. Noah moet voetballen tegen Lanaken vandaag. Ja, en toen was het een heel mooi veld dat we daar gevoetbald. Maar je hebt er al eens tegen gevoetbald. Maar nu mogen we daar terug tegen voetballen. En mijn sandwiches bezorgen. Ja, dat is waar. Wij zorgen deze keer voor de tractatie. En dus we gaan nu heel snel vertrekken. We zijn juist terug van de voetbal. Dat is allemaal leuk. Maar... daar krijg je vuile schoenen van, hè. En natuurlijk hebben we nog een voetballer in huis. Dat zijn chique voetbalschoenen. Papa heeft maar gewoon voetbalschoenen, maar Noah heeft chique voetbalschoenen. Dat is hier. En nu kunnen we ze gaan poetsen binnen. We zitten terug in de auto en we zijn op weg. Naar iets wat ik deze morgen pas gehoord had. Op de voetbal zeiden ze, het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek doet open deurdag in september, de eerste 3 zondagen van september. We zijn vandaag de 2e zondag van september. Dus we gaan daar nu naartoe. Ik zie dat het 20 minuutjes rijden is. Er zou veel volk zijn, dus we gaan zien hoeveel volk. Als het te veel volk is, ja, kan het zijn dat we gaan terugrijden. Maar anders dan gaan we leuke beestjes zien, hè. Hoop ik toch. Ik moet zeggen, we zijn niet alleen. Wat een volk is hier, man. Dat is niet normaal. We staan op de parking van de... hoe noemt die winkel? Van Kranenbroek. De Van Kranenbroek. Half in de wei erachter. Maar nu gaan we snel daar wandelen, hè. Ja? Oké. We maken ons op voor een paar kilometer te wandelen. We zijn ondertussen al 20 minuten aan het aanschuiven. Heel veel volk. Wesp. Nee, nee. Weg. Kijk eens. En Noah, wat ben jij aan het doen? Snoeien. Het is een opvangcentrum voor zieke en gewonde wilde dieren. Wat gaan we daar zien, Noah? Dieren die dood zijn. Nee, dat hoop ik niet. Kijken naar de keuken van de dieren daar. Ja, maar dat is voor de dieren, niet voor jou. Wat zie je daar? Broodjes. Broodjes voor de dieren. Allemaal bakken, kanarievoer, dingen. Ah ja. Ik heb de eerste beer al gespot hier. Een eekhoorn zien we hier, ja. Het zijn dus verkeersslachtoffers bij, dat is niet zo goed. Beslag genomen in Diest op een serval. Het lijkt echt een grote kat, hè. Gered uit een Frans labo. We kijken hier op de achterkant van een aap. En we zien nog een aapje. Ook grote papegaaien. Of blauw-gele aras. Het zijn wel veel dieren, heel veel dieren. Zelfs kippen die in beslag genomen worden. Noah gaat werken hier.
Oh, schoon beest daar op de tak. Dat zijn kippetjes, ja. Hier moeten we niet in deze kooi gaan. Daar zit geen zitten. De vloer is lava. Ja, ik zit in de lava. Hier is dat een chic beest. Dat heb ik al gezien. Een luipaard. Ja. Een mooi beest. Ja, en ze komen hier. Ik kom uit een illegaal kweekcentrum uit Polen. Ik moet zeggen, zo'n luipaard, dat is toch wel een indrukwekkend beest, hè? Ja, hè? Echt wel chic. Heel dichtbij, hè? Als je in de zoosters zit, dan zit hij heel ver. Ja, die is inderdaad heel dichtbij. Allemaal hier auto's die ze nodig hebben om de dieren te gaan redden. Kijk daar. Je broertje. En de dierenziekenwagen. Dat zijn knuffels, ja. En als je met de lotto speelt, dan helpt je hier ook. Ik zie een leeuw. Kijk daar. Ik heb nog nooit een leeuw gezien. Heb jij nog nooit een leeuw gezien? Ja. Ik wel. Nu? Ja, nu ook. Daar, ligt erin te slapen. Het is ook een verzorgkamer, we gaan eens kijken. Hier zit dus een python in. Oh, en daar zit een boa. Kijk wat een beest, man. En een baardagaan. Kijk hier, mijn beestje. Kijk hier. Zie je hem nog? Kijk hier hoe schattig. De schildpad zit eten. Het is een standbeeld. Wat heb jij gezien? Dat zijn niet papa's vriendjes. Niet bewegen, want ik ga hier lopen. Stel je voor, man, dat die uitbreekt in je huis. Er zitten beestjes en die ze verzorgen. Er is eentje uit. Kijk hier, allemaal zo klein bij elkaar. Is het leuk nog wel? Van zo'n kleine beestjes. Hoe ze die verzorgen, dat is zoals babytjes, hè? Hier hebben ze de intensive care. De spoedgevallen. Komen die hier verzorgd. En uiteraard mag een ijsje ook niet ontbreken. Is hij lekker? Mogen wij eens even doen, dan gaan we het beter. Mogen we eens even doen, mama. Je ziet er wel goed uit, Noah. Ik ben een klein beetje jaloers. Klein beetje meer. Maar het is ondertussen 4:30 en we gaan binnen ongeveer 3 kwartier gaan eten. Ook iets heel lekkers, dus ik ga nog even wachten. En dan kom je hier buiten en dan kijk je nog altijd zo'n rij met aanschuiven. Amai. Niet zo ver zolang wij daar hebben gestaan, want we hebben er toch wel een dik uur in gestaan. Maar het was eigenlijk wel de moeite, schat. Ja, ik ben blij dat we het toch hebben doorgebeten. Ja, inderdaad. Kok. Toffe namiddag. En nu is het tijd om onze magen te gaan vullen, want Noah heeft veel honger. Hè. Ja. En mijn baby kan mijn mond tegen een liedje zingen. Doe eens. Je bent het neurje. Dat is neurje. Kom maar. Want Alice staat al klaar. Die heeft honger. Kijk, die wil al naar binnen gaan. We zijn sinds lang geleden nog eens bij het racheltje. Dat is ondertussen toch ook alweer, denk ik, 2 maanden geleden. Dus ik weet al heel goed wat ik ga eten hier. Steppengras. Met VD. Het gaat lekker zijn. En nu is het tijd om naar huis te gaan, want het is weer voetbal op televisie. Kunnen we voetbal kijken? En bij de buren hebben ze een springkasteel staan. Gigantisch springkasteel eigenlijk. We hebben een hele tuin vol springkasteel. Kom maar eens, Lias. Wat is hier allemaal? Je bent moe, hè, vriend? Ja. Wil jij gaan slapen? Ja. Ja, we gaan dadelijk doorgaan, dan kan jij gaan slapen. Goed? Ja. Ja, we gaan eerst eens tonen hier wat voor een springkasteel hier staat, hè? Ja. Hier zie je wat machine hier staat bij de buren. Dat is toch niet zo makkelijk hier in het kruipen. Oh ja. Ik zit nu in het springkasteel van bij de buren. Altijd leuk om hier te komen. Ik ga
Wat zijn jullie hier aan het doen? Wat gaan we doen? Met Elisa en ik die gaan duwen. Wat duwen? Mij duwen? Wow! Yes! Yay! Yeah. Oh. Oh. En nu jullie? Ja! Yeah. Elis! Doe maar! Doe maar! We zijn terug. De voetbal is wel nog bezig. Maar we zijn even bij de buren geweest waar een mooi springkasteel staat. Zoals je kunt zien, dat staat daar. Oeh, ze zijn ze naar beneden aan het laten. Kijk, kijk, kijk. Hij gaat weg. Hij zakt. Het gaat wel een beetje langzaam, maar hij zakt. En dan ben ik aan het denken wat we vandaag hebben gedaan. We hebben het natuurhulpcentrum gezeten. Het was heel interessant om eens te zien wat die mensen daar allemaal deden. En ja, natuurlijk de mooie beestjes daar te zien. Maar dus nu gaan we wel deze video beëindigen. Dus dank je voor het kijken en graag tot de... Volgende keer, dag!